Mag ik u introduceren aan de man van Genua, de dichter, de schrijver, de ziener. De man van sonnetten en Alexandrijne, de man van La Superba, omhangen met twee pufjes Rosso di Ischia, mag ik hopen. En tal van literaire prijzen, de man van Grand Hotel Europa, waarin heden, verleden en toekomst over elkaar heen buitelen in sierlijke pirouettes, een boek van geen kleintje vervaard. Een ideeënroman, een migratieroman, een kunsthistorische detectieveroman, een liefdesroman en ga zo maar door. Roman van het kantelpunt nu. Dames en heren, welkom bij dit gesprek met Ilja Leonard Pfeiffer. Het voelt een beetje Italiaans aan, toch? Ik voel me sowieso altijd erg thuis in Brussel, maar nu met deze temperatuur en deze architectuur is dat nog meer het geval. Ja. Dan zijn wij blij. Mag ik u meteen lastigvallen? Heel graag. Ja. Nou, dat ga ik een uur lang doen, wij met z'n allen. Maar zou u willen beginnen met, ik heb het netjes aangeduid, u weet niet wat ik ga vragen, dus ik zeg het maar meteen zoals ik het dacht te willen. Iets voor te lezen op pagina 493. Het is een dik boek, daar moeten we het ook over hebben. Ik ken die pagina niet helemaal uit mijn hoofd. Nee. Maar het citaat herken ik, ja. Het is tot ergens halverwege de volgende pagina. Het duurt niet heel erg lang, maar dan zijn we er meteen. Zo moet ik schrijven, dacht ik. In de geest van dit machtsvertoon, deze gulheid en dit plezier in het avontuur. Ik moet de klassieke vormen en zucht naar monumentale perfectie niet mijden uit angst om niet modern te lijken. Maar de moed hebben om de tijd waarin ik leef te vatten in marmeren zinnen, bronzen woorden en beelden van goud, zilver en jade. En met de beste middelen en materialen uit het verleden een gedenkteken op te richten voor het nu. Groots moet het zijn en overdadig. Een overweldigende orgie van fantasie met de technische perfectie van de commercieelste kitsch. Ik moet verbluffen. Dat is mijn taak. Ik moet een klassieke sonnettenkrans en 50 epische gedichten in rijmende Alexandrijnen gelijktijdig uitbrengen zonder mededogen te tonen voor mijn collegaatjes die de technische vaardigheid ontberen om ook maar één jambische pentameter of hexameter te wrochten die klopt. Ik moet de moed hebben om te schrijven over grote onderwerpen als de wereld en het verglijden der eeuwen. En helder en begrijpelijk zijn als een klassieke marmeren sculptuur in het zinderende licht van de zon op het middaguur. Ik moet het duister niet zoeken uit angst dat het licht ouderwets en achterhaald zou zijn. Ik moet niet vluchten in de veilige eenzelvigheid van het experiment, maar zeggen wat ik te zeggen heb en niet zoekend en koketterend met onzekerheid, die zoveel sympathie oplevert, maar op een volmaakt, trefzekere en definitieve manier die tegensprekers de adem ontneemt. Ik moet het plezier hervinden van het avontuur en in plaats van mij te beperken tot particuliere zielenroerselen, omdat kleingeestigheid literair wordt geacht en beperking een teken van meesterschap, vleugels geven aan monsters en demonen van mythische proporties die uitzwermen over de zeven zeeën en alle continenten die ik kan verzinnen. Ze zullen het kitsch noemen, omdat ze om hun eigen onvermogen te legitimeren heulen met een kunstopvatting die het onaffe, het onvolkomen, het onvolkomene, het breekbare en het voorlopige huldigt. Maar ze zullen worden uitgewist door de eeuwen, zoals afdrukken van hondenpootjes op het strand door de zee. Dank je wel. Misschien
ter relativering van dit voorafgaande. Nee, we gaan niet relativeren vandaag. Er zijn nog twee zinnetjes achter, zal ik die ook voorlezen? Oké, dan. Dit alles zei ik tegen Clio, maar ik formuleerde het niet zo goed als ik het nu opschrijf. En ze begon te lachen. Als je klassieke vormen wilt nastreven, zei ze, kun je misschien om te beginnen proberen wat te doen aan die monumentale buik van jou. Dankjewel. Ik dacht, we beginnen met dit credo van de schrijver, Ilia. Ik zal die niet volledig vereenzelvigen met de man die naast me zit. Eerst misschien naar heel even over de kleine stampjes naar beneden. Naar die andere armzalige schrijvertjes die het grote werk niet aandurven deze dagen. Vindt u de literatuur te kleingeestig geworden? Te navelstaarderig? Nou, laat me je vraag beantwoorden met een kleine omweg. Deze ontboezeming die ik zojuist heb voorgelezen staat in de context van een bezoek van de protagonist samen met zijn geliefde Clio in Venetië aan een bijzonder indrukwekkende tentoonstelling van Damien Hirst. Een tentoonstelling die ik niet heb verzonnen, die er ook echt is geweest. Een sculpturententoonstelling, overweldigend, twee verschillende musea vol met nieuw werk. Monumentale sculpturen in de beste klassieke traditie van de beste materialen. Daar waren echt beelden van brons, goud, zilver, jade. En, Damien Hirst had die tentoonstelling laten samenvallen met de Biennale. De Biennale van Venetië. Daar ben ik ook geweest. Daar was ik zelfs eerder, de dag daarvoor. En daar waren toen alle collegaatjes van Damien Hirst. En die waren bezig op hun manier met conceptuele kunst en ideetjes. En je snapte het allemaal wel of niet. Maar het was vooral allemaal zo ontzettend knullig uitgewerkt of zo. Hè. Het was alsof ze bang waren om met hun kunst misschien wel eens een keer de eeuwigheid te kunnen halen. Van die truitjes met losse draadjes eraan, die zijn vastgemaakt met punaises op een wereldkaart, zodat je weet dat onze kleren uit arme landen komen. Zo, ja, je snapt het. Of het Engelse paviljoen dat vol was met grote ballen van papier-mâché. Dat snap je dan niet, maar dat maakt ook niet uit. Ja. Maar allemaal zo geknutseld, weet je wel. En natuurlijk heeft Damien Hirst met opzet zijn grote tentoonstelling in diezelfde stad, gelijktijdig met die biennale, laten plaatsvinden als een grote opgestoken middelvinger naar zijn collega's. Nou, dat heeft mij geïnspireerd, ja. Oké, ja, dat was de omweg en het antwoord op de vraag was één zin. Ik ga de vraag toch nog eens anders formulerend opnieuw stellen. Vindt u dat veel collegaatjes van u het grote werk niet aandurven of niet aankunnen? Ja, het antwoord op jouw vraag is ja. Ja. Nee, ik vind dat er zijn natuurlijk er zijn uitzonderingen die ik allemaal ook nu zou kunnen opsommen. Maar over het algemeen vind ik wel dat mijn collega's best gebaat zouden kunnen zijn met wat meer moed. Met een wat groter gebaar. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat literatuur in Nederland, in Vlaanderen is dat al veel minder het geval, maar zeker in Nederland, staat het altijd in een traditie van de beperking. Hè? Minder is meer. De grote helden van de Nederlandse literatuur zijn Nescio en verder niemand. En, karig, ja, karig schrijven. Ja, en die karigheid die zit mij al dwars sinds mijn debuut. Of eigenlijk al daarvoor. Die zit me al dwars sinds ik boeken ben gaan lezen. En deze
algemene poëtica van de beperking, die kan wel wat tegenspraak gebruiken, zou ik zeggen. Heeft men, u zegt, het zit me al dwars sinds mijn debuut. Heeft u dat ook ervaren als, alsof men het niet meteen begreep wat u deed? Het voluptueuze van uw zinnen, wat u nu heeft voorgelezen bijvoorbeeld, dat men dat niet meteen vatten kon? Nou, het was wel zo met het... ik ben gedebuteerd, zoals je weet, met een poëziebundel van de Vierkante Man in 1998. En dat was barokke poëzie, die in die tijd niet bepaald in de mode was. Het duurde ook wel een tijdje voordat ik daar een uitgever voor kon vinden, hoor. Want dat was wel even wat anders dan de poëzie die ze gewoonlijk uitgaven in het eind van de jaren 90. En ook door de kritiek werd het niet altijd geapprecieerd dat het zo anders was. Inmiddels is dat poëzielandschap veel diverser geworden, denk ik. En dat is ook wel veel gezonder, maar in die tijd... gold die poëtica van de beperking in hoge mate. Ja. De zaak is wel gekanteld. Ik bedoel, kijkt u om zich heen, er staan rijen mensen te wachten. Wat u doet, wordt niet alleen naar waarde geschat, maar ook gesmaakt. Wanneer is dat gekanteld? Wanneer heeft u zich, of wanneer heeft u wat u schrijft geliefd geweten? Ik moet daar wel bij zeggen dat dat vooral in België het geval is, deze volle zalen. De literaire smaak van Belgen is natuurlijk veel beter dan die van Nederlanders. Exquis, ja. Ja. Dat komt voor een deel denk ik ook omdat in België, anders dan in Nederland, het onderwijs nog niet is afgeschaft. Maar... Niet iedereen zal het daarover eens zijn, maar goed, dat is een andere zaak. Ik herinner mij toch ook nog wel ontmoetingen met u dat u nog twijfelender was over of dit nu de juiste weg was. Ja, maar die twijfel heb ik eigenlijk nog steeds. Of dat heb ik bij elk nieuw werk. En dat hoop ik ook altijd te houden. Kijk, nu met Grand Hotel Europa gaat het vrij goed. Maar ik zal bij mijn volgende roman zal ik weer opnieuw die twijfel hebben. Ook omdat ik bij mijn volgende roman mijzelf de opdracht zal stellen om weer iets heel nieuws te doen. Voor mij is dat wel heel erg belangrijk. Dat ik met alles wat ik schrijf, in ieder geval voor mezelf, het idee moet hebben dat ik iets aan het doen ben wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En waarvan ik ook nog niet helemaal zeker weet of dat wel gaat lukken. Ja. Dan vervolgens als het af is, kunnen we het erover hebben. Dan zie je wel, oh ja, oké, dat thema heb je wel eens eerder gehad. En dat is dan, stilistisch lijkt dat een beetje daarop. Maar op het moment dat ik aan het schrijven ben, moet ik het idee hebben dat het iets... nieuws en gevaarlijks is. Iets wat ook heel goed mis kan gaan. Ja. En dus die twijfel koester ik eigenlijk ook wel. Ja. De kans dat dit mis had kunnen gaan, was groot, lijkt mij. Dit was een gevaarlijke onderneming. Het was een ambitieuze onderneming. Dit is misschien het meest ambitieuze boek dat ik ooit heb geschreven. In dat opzicht ook in overeenstemming met de poëtica die je me net hebt laten voorlezen. Ja. Ja. Maar als ik zelf het idee had gehad dat ik niet in mijn ambities was geslaagd, had dit boek nu niet hier op tafel gelezen. Dan hadden we het niet kunnen lezen. Nee. Wat was het plan? Was dit het plan? Alleen al qua omvang? Ja, min of meer had ik wel zoiets in mijn hoofd qua omvang ook. Als ik erover nadenk waar deze roman uit voortkomt, denk ik dat het komt, dat het aan de wortel van dit boek ligt een vraag die ik mezelf al een tijdje stelde. En die vraag heeft er alles mee te maken dat ik... zoals men wellicht weet, ooit verhuisd ben van Nederland naar Italië. Het is nu 10 jaar dat ik in Genua woon. En die verplaatsing heeft een aantal gevolgen gehad. Eén gevolg daarvan is dat ik me daardoor een beetje minder Nederlander ben gaan voelen.
Dat is alleen maar heel goed voor een mens, dat zult u onmiddellijk met mij eens zijn. Het andere gevolg is dat ik me daardoor iets meer Italiaan ben gaan voelen. Dat is ook een heel vrolijke consequentie. Maar het belangrijkste gevolg is misschien eigenlijk wel dat ik me daardoor meer Europeaan ben gaan voelen. Ja. En ik begon mezelf af te vragen wat dat nou betekent. Wat betekent het om je Europeaan te voelen? Wat is een Europese identiteit? En ik denk dat het eigenlijk deze vraag is die aan de wortel ligt van deze roman. Dus het meest basale plan was, meteen eigenlijk ook al een vrij ambitieus plan, om een roman te schrijven over de Europese identiteit. Oké. Dan zou een doorsneeschrijver misschien één verhaallijn bedenken. Die mooi uitwerken. En klaar in een pagina of 100. Maar nee, ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar ik ben het niet kwijtgeraakt bij het lezen natuurlijk. Hè? Maar dat is nou net het vreemde. Hoeveel dingen lopen hier niet door elkaar? En was dat ook meteen het plan? Ja, toch wel. Ik denk dat de Europese identiteit is een complex gegeven. Spannend en ingewikkeld. En dat kun je niet afdoen in één verhaal van 100 pagina's. De uitdaging was natuurlijk om daar een vorm voor te vinden. En ik wilde daar vooral een vorm voor vinden die mij in staat zou stellen om heel veel verschillende aspecten van verschillende kanten te belichten. Dat vind ik ook het mooie van de roman als genre. Dat het je in de gelegenheid stelt om de complexiteit in stand te laten. In stand te houden. Als je een essay schrijft, een opiniestuk in de krant, dat kan heel nuttig zijn en dat doe ik ook wel eens. Maar dan word je toch gedwongen om de complexiteit van de realiteit, in het geval van het onderwerp waar je het over wil hebben, te reduceren tot een mening met een kop en een staart. Het voordeel van een roman is dat je die reductie niet hoeft te doen. Je kunt die complexiteit in stand laten door verschillende personages van verschillende kanten te laten reflecteren over het probleem, verschillende verhaallijnen. En zo heb ik dat geprobeerd te doen met mijn roman La Superba, in het geval van het vraagstuk van migratie. Mm-hmm. Dus er zijn er heel veel, eigenlijk bijna alle personages in die roman hebben iets te maken met migratie, maar allemaal op een andere manier. En als iemand na het lezen van mijn roman La Superba mij zou zeggen dat hele migratiestandpunt eigenlijk nog, het migratievraagstuk nog ingewikkelder was dan ze van tevoren hadden gedacht, zou ik dat als een compliment opvatten. Ja. En hetzelfde, of iets vergelijkbaars, heb ik geprobeerd met Grand Hotel Europa. Om een roman te schrijven die ook recht doet aan Europa. En dat kan sowieso natuurlijk al niet een roman zijn van 100 pagina's. Eigenlijk is 550 nog een beetje te aan weinig, de korte kant. Ja, vond ik ook. Ja. Ik zat op mijn honger. U had het over het genre, de roman, waarom dat zo zich fantastisch leent tot wat u net allemaal vertelt. Maar weinigen zouden het aandurven om verschillende genres, romangenres, door elkaar te weven. Hier zit, ik noemde er een paar, hier zit duidelijk een idee-roman in die hardop staat te verwijzen naar onder andere De Toverberg. Nou moet ik wel toegeven dat ik De Toverberg graag heb gelezen, maar af en toe wel met lange tanden. En dat is hier niet het geval. Hoe komt dat? Ik word bijna verlegen van dit compliment. Ja. Dankjewel. Ja. Hebt u zonder één lange tand De Toverberg uitgezeten? De Toverberg heb ik ooit met heel veel plezier gelezen. Maar ik moet toegeven dat plezier ook wel gelegen was in het feit dat je trots bent op jezelf, dat je nog weer een bladzijde hebt gelezen. Ja, ja. Ja. Okay. We vertellen het niet verder. Okay. Maar hier niet, hè? Toch? Nou, dankjewel. Ja, nee, maar ik vind het ook wel belangrijk. Dat is eigenlijk ook wel iets wat ik vanaf mijn debuut doe. Ook, ik probeer. Ik probeer mezelf niet te beperken tot één genre. En binnen één genre probeer ik me niet te beperken tot één gevoel of één manier van spreken of één stijl. Mm-hmm.
En ik voel zelf altijd, als ik aan het schrijven ben, als eerste de behoefte om het voor mezelf een beetje draaglijk te maken door hier en daar ook wat lichtere elementen toe te voegen. Misschien wat humor hier en daar, dat kan af en toe wonderen doen. En dat gaat soms eigenlijk ook bijna vanzelf. Ja. Nou, dat is jaloersmakend dat het vanzelf gaat. Bevindt zich dan die ambacht, want wat u net voorlas natuurlijk is ook een soort ode aan de ambacht van iets te maken of iets te schrijven. Bevindt zich dat dan op elk niveau, ook op het niveau van de zin? Is elke zin dan even belangrijk? Dank je wel dat je daar de nadruk op legt, want daar heb je echt gelijk in. Het is inderdaad een ode aan ambachtelijkheid. Mm. Ja, en dat is ook wat mij trof bij die tentoonstelling van Damien Hirst. En dat is ook wat ik mijzelf als opdracht stel voor mijn eigen werk. Die ambachtelijkheid, het vakmanschap, is van cruciaal belang. En dat geldt voor elke zin, dat geldt voor elk woord, dat geldt voor elke lettergreep. Wat dat betreft ben ik altijd dichter gebleven, ook als ik een roman schrijf van meer dan 500 pagina's. In die zin dat ik het van mezelf eis, dat ook in die 550 pagina's dezelfde precisie aan de dag wordt gelegd als wat ik betracht in de omvang van één gedicht. Elk woord moet kloppen. En ik vind ook in proza, vind ik de muzikaliteit van de taal cruciaal. En ik zorg daarvoor. Dat is waar ik de hele dag mee bezig ben als ik aan mijn tafeltje zit te schrijven. Ik zit zinnen te maken. Ja, dat is op het allerkleinste niveau. En dan dat grote niveau, dat is een banale vraag, maar het is natuurlijk ook, het is echt een dik boek. Dus dat moet op een bepaald moment, al die verschillende dingen moeten wel in elkaar klikken en moeten op een goede manier in elkaar klikken. Die structuur van wat er voor ons ligt en waardoor wij niet doorhebben dat er nog een structuur is, dat lijkt me ook niet vanzelfsprekend. Nee, maar het is mijn vak. Ja. Ja. Nee, maar goed, tekent u dat uit? Hoe gaat dat? Nee, dat doe ik niet. Er zijn schrijvers die voordat ze schrijven een heel schema maken, vaak ook erg gedetailleerd. En dat zijn ook heel goede schrijvers, maar mij lukt het niet om zo te werken. Hm. Bij mij ontstaat het eigenlijk organisch, onder mijn handen. Ik heb wel, voordat ik begin, een globaal idee van de structuur en van de verschillende verhaallijnen. Maar dat wordt eigenlijk, naarmate ik aan het schrijven ben, steeds preciezer. Tot ik de laatste punt achter de laatste zin zet. En dat is eigenlijk het moment dat ik voor het eerst echt precies weet wat ik nou wou doen. Ja. Ja. En ja, die structuur, het moet in balans zijn en het moet kloppen. En niet alleen in narratief opzicht, maar ook zoals een muziekstuk. Hè. De stukken moeten in evenwicht zijn. Maar goed, als u niet als, laat het mij iets concreter formuleren. Als u niet als een wiskundige te werk gaat en dat dan invult, dat het geen invuloefening wordt, is het dan op gevoel dat u denkt, oh, oké, nu heb ik even de Toverberg verlaten, nu ga ik weer even een betere Dan Brown spelen. Hoe zit dat? Wanneer denkt u, oké, dit sluiten we nu even af, nu ga ik weer dat paadje in en dan weer dat paadje. Gaat dat dan vanzelf ook? Nou, niet bepaald vanzelf, maar ik ben daar, ja, daar ben ik dan letterlijk dag en nacht over aan het nadenken. Hm. Dat blijft in mijn hoofd spelen. En dat is wel het nadeel van zo werken zoals ik werk, als je niet zo'n schema hebt. Dat betekent dat ik op een gegeven moment eigenlijk de hele roman in mijn hoofd heb. Want als ik zeg maar hier op het punt waar ik aan het schrijven ben een nieuw idee heb, heeft dat allerlei consequenties voor de dingen die ik al heb geschreven. Dus dat betekent dat ik, als ik hier iets nieuws maak, dat ik het op 14 plekken eerder allemaal moet veranderen. En op een gegeven moment wordt het bijna een soort van orgelspelen op 40 klavieren tegelijk of zo. Maar dat is ook het stadium waarin ik het meeste plezier beleef aan het schrijven. Als die dingen, als ik het idee heb dat ik het echt helemaal in de hand heb en dat het op zijn plek begint te vallen. Maar
dan kan ik er niet echt veel dingen naast doen, dat klopt. Dan moet ik, dat vergt wel een soort van maximale concentratie. U zegt dat dan beleeft u er het meeste plezier aan. De mensen in uw omgeving hebben dan iets minder plezier aan u waarschijnlijk, wanneer dat gebeurt. Nou ja, tenzij ze het leuk vinden dat ik de hele tijd alleen maar daarover kan praten. Maar inderdaad. Ja. Ik vermelde even Dan Brown, omdat het lijkt me dat u zich daar kostelijk mee heeft geamuseerd. Dat met, is ook met zo, die verhaallijn. Ja. Ja. En tegelijkertijd... Ja, misschien kan ik kort toelichten. Ja. Het gaat om de zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio. Dus de ik-figuur en Clio. Clio is een kunsthistorica en specialiste in Caravaggio. En zij heeft het idee dat het laatste schilderij van Caravaggio nog ergens moet zijn. En de ik-figuur assisteert haar in die zoektocht. Dat is eigenlijk hun spel. Dat is wat ze samen doen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over hun relatie. Dat zijn eigenlijk hun meest gelukkige momenten. Is als ze een moord uit 1610 mogen oplossen. En ze zijn eigenlijk echt gelukkig als ze op vakantie mogen naar het verleden. Ja. Het lijkt wel Europa. Ja, en daarom vond ik het heel belangrijk om dat element erin te doen. Maar als ik dat dan doe, zo'n zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio, dan laat ik die mogelijkheden natuurlijk niet liggen om dat echt spannend te maken. Dan gaan we daar ook even flink uitpakken. En dan laat ik de mogelijkheid ook niet liggen om het een stuk beter te doen dan Dan Brown. Ja. 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 Om die man het nakijken te geven. Maar al was het maar vanwege het feit dat ik echt wilde dat het klopte. Dus alles wat ik zeg over Caravaggio is geen onzin. Mm-hmm. En in het echt, mijn vriendin is ook kunsthistorica. Zij lijkt niet echt op Clio, maar dat heeft ze dan wel gemeen met de hoofdfiguur. En zij heeft er ook echt op toegezien dat ik geen onzin zou verkopen over Caravaggio, over haar schilder. Hè. Dus dat moest allemaal kloppen. En alles wat ik dan vervolgens verzin over die zoektocht, dus alles, de feiten kloppen die in dat boek staan. En dan op grond van die feiten kun je dan hypotheses formuleren waar dat laatste schilderij zou kunnen zijn. Die hypotheses zijn dan wel mijn hypotheses. Maar ook dat moest allemaal wel een soort van wetenschappelijke waarschijnlijkheid hebben. Die eis heb ik wel aan mezelf gesteld. En daar had ik plezier in. Ja. Ik had er plezier in om het echt goed te doen. En het spannend te maken voor de lezer. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, het is jammer dat we geen spoiler kunnen geven. Nee, dat kunnen we geven. Niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Niet iedereen heeft het gelezen, denk ik. U had het daarnet even over La Superba en u zei ja dat de migratieroman, noemen we dat dan maar. Ook hier heeft u dat thema, wanneer het gaat over Europa natuurlijk, kan u dat thema niet loslaten. Wanneer het gaat over wat is Europa nu. En dat heeft u deze keer op, net als vorige keer, maar goed, hierin... We kunnen het straks over humor hebben, maar op zo'n ontroerende manier gedaan. Die figuur van de piccolo, die ook op de cover staat, en daar ook zo prachtig staat te staan, heeft u met zoveel deemoed beschreven en zoveel warmte en liefde. Daar zitten een paar dingen in die ik er even zou willen uithalen. Namelijk, wanneer hij zegt, tekent u het maar op, dan is het te boek gesteld en dan kan ik er afstand van nemen. Is dat ook wat u probeert te doen als schrijver? Ik hecht eraan om even te benadrukken dat die prachtige foto van de piccolo op de omslag gemaakt is door Stefan van Vleteren. Ja. Ik ben hem erg dankbaar voor deze omslag, speciaal voor dit boek gemaakt. En het is zelfs zo, want de productietijd van een boek is... op zich al vrij lang, maar de uitgeverij begint al veel eerder met aanbiedingscatalogus en dat soort dingen. Dus dit omslag van Stefan van Vleteren kreeg ik toen ik het boek nog aan het schrijven was. Het boek was nog niet af.
En ik heb toen eigenlijk mijn... Ik had al wel het idee natuurlijk dat er een piccolo in moest voorkomen. Daar had ik het ook met Stefan over gehad. En daarom kwam die ook met dit omslag. Maar ik heb toen Abdul, de piccolo in mijn boek, gemodelleerd naar zijn foto. Dus dit heeft invloed gehad op het schrijven? Ja, ik heb hem... Okay. Dus eigenlijk het beeld was er eerst, voordat ik Abdul echt beschreven heb. Ja, dus ik heb het toen echt helemaal expres naar die foto toe geschreven. En de reden waarom Abdul belangrijk is, en het is ook een van mijn dierbaarste personages in dit boek, is, hij is de piccolo uit het befaamde Grand Hotel Europa, waaraan de roman zijn titel ontleent. En het is een hotel zoals je zou willen dat het is. Ooit grandioos geweest en nu misschien nog wel mooier in zijn vergane glorie. En het wordt bewoond door een schare aan personages die uit een eleganter tijdperk lijken te stammen. Dat geldt zowel voor de maître d'hôtel, de flamboyante meneer Montebello, als ook voor een aantal van de vaste gasten die net zoals de ik-figuur daar langdurig verblijven. En eigenlijk al die personages hebben met elkaar gemeen dat ze op een bepaalde manier in het verleden leven. Of dat ze vastzitten aan hun verleden. Dat geldt eigenlijk ook voor andere personages buiten dat hotel. Het geldt eigenlijk ook zowel voor de ik-figuur als voor Clio. Mm-hmm. En eigenlijk het enige personage voor wie dat niet geldt, is Abdul. Abdul is de enige die niet met zijn gezicht naar het verleden staat gekeerd, maar op zoek is naar een toekomst. En dat is omdat het verleden voor hem een afschuwelijke plek is. Een plek die hij zo gauw mogelijk wil vergeten, waar hij zo ver mogelijk van vandaan wil. En dit gegeven is wel geïnspireerd op, op de werkelijkheid. In die zin dat ik een jongen ken in Genua. Kumuna heet hij. Hij is een vluchteling uit Gambia. Ik heb hem, het is inmiddels 3 jaar geleden, ontmoet of 2 jaar geleden bij... toen ik het voorrecht had om voor de VPRO de serie te maken via Genua, over migratie in Genua. We hebben hem toen ontmoet, toen we daar aan het draaien waren. Hij was toen net aangekomen. Hij was net 2 dagen ervoor van een zinkende boot gered en naar Genua gebracht. En hij was toen 17. We hebben hem toen alle afleveringen gevolgd van die serie. En toen was de serie af, de filmploeg is al lang weer terug naar Nederland. Maar ik ben daar natuurlijk nog in Genua. En met Comuna is het op zich goed gegaan. Hij was in een asielzoekerscentrum en heeft toen een verblijfsvergunning gekregen. En zo. Behalve dan dat zo'n verblijfsvergunning betekent dat hij het asielzoekerscentrum uit moet. Hè? Gefeliciteerd, je mag in Italië blijven. Ga je gang. Ga je gang. Succes met je nieuwe leven. En daar zit je dan als jongen van, inmiddels was hij 19, die niks heeft. Geen vrienden, geen ouders, geen contacten, kent de taal niet, heeft zijn school niet afgemaakt. Totaal kansloos. Dus nou ja, ik probeer hem te helpen en ik ben niet de enige. En ik heb nog regelmatig contact met hem. Hij wil nooit over zijn verleden praten. Ja. En dat vindt hij ook totaal irrelevant. Dat is natuurlijk wel jammer voor een romancier. Want dat zijn vast heel spannende verhalen. Hoe die als jongen van 17 te voet uit Gambia. Wie weet met wat voor soort omzwervingen in Libië terecht is gekomen. Daar op een boot is gegaan. Hij heeft daar nog een tijd in zo'n kamp gezeten in Libië. Ik zou dat heel graag allemaal van hem willen horen. Maar daar wil hij het niet over hebben. Ja. En hij heeft gelijk. Ja. Ja. En dit aspect, dat heb ik meegegeven aan Abdul.
Ja. En Abdul is eigenlijk de enige die... de enige in Europa, of in ieder geval in Grand Hotel Europa, die aan de toekomst denkt. En die als hij over het verleden moet praten, dan naar Leentje Buur speelt bij een groot klassicus. Ja, Abdul die vertelt dan op een gegeven moment wel zijn vluchtverhaal aan de ik-figuur. Maar hij heeft er natuurlijk eigenlijk niet echt woorden voor. Dus nee. Hij leent woorden van een ander vluchtverhaal. En toevallig is dat een vluchtverhaal van 2000 jaar oud. Het is het verhaal van de bootvluchteling Aeneas. Ja. Zoals opgetekend door Virgilius. Ja. Ja. Daar komt hij dan mee in de problemen natuurlijk. Want zijn vluchtverhaal lijkt verzonnen. Ja. Nou ja, dat is ook een verhaal. Alles ja. bijt zichzelf in de staart ja. natuurlijk. Ja. Wat ik daar nog misschien over mag zeggen is... kijk, ik had natuurlijk La Superba geschreven waar migratie echt het centrale thema is. En ik wilde dat niet opnieuw doen in Grand Hotel Europa. Tegelijkertijd kon ik het ook niet laten liggen, zoals jij net al zei. En vooral ook omdat Grand Hotel Europa ook een roman is die gaat over toerisme. Ja, moeten we bij de humor aanbelanden. Ja. Daar komen we misschien nog over te spreken, maar toerisme is een belangrijk thema in het boek. En het contrast is zo groot en zo schrijnend. En dat kon ik niet laten liggen. En ik heb dat zelf aan de lijve ondervonden toen ik een aantal jaren geleden op Malta was. Mm-hmm. Ik ben daar echt geweest. Het is ook toen ook nog een hoofdstuk in het boek geworden, ja. Malta. En Malta is eigenlijk het andere Lampedusa. Het ligt op dezelfde hoogte, het ligt iets oostelijker. En we weten dat Malta, evenzeer als Lampedusa, het doel is van heel veel van die bootjes die oversteken vanuit Afrika. En ik ben daar een week geweest op Malta, in de historische stad La Valletta, de hoofdstad. En in die hele week heb ik niet één zwarte persoon gezien. En toch is dat raar. En later, als je daar dan je in verdiept, vind je ook uit dat het heel bewust beleid is van de Maltese regering. Die weren niet altijd conform alle internationale verdragen die bootvluchtelingen uit de Maltese wateren. En als ze dan toch onverhoopt het eiland bereiken, worden ze uit het zicht gehouden. En de belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk dat de Maltese regering de toeristenindustrie niet wil schaden. Dat was ook het grootste probleem met al die vluchtelingen in Griekenland, hè, in 2015, toen ze uit Syrië, vanuit Turkije overstoken en op die eilanden terechtkwamen. Daar moest echt zo snel mogelijk wat aan gebeuren, want dat waren toeristenplekken, die eilanden. Die vluchtelingen die zaten op die stranden. En dan heb je dus eigenlijk in Malta, in die historische stad, heb je de paradoxale situatie dat je om rijke, blanke reizigers die op zoek zijn naar het verleden niet af te schrikken, arme, zwarte reizigers moet weren die op zoek zijn naar een toekomst. Ja. En dat is een padstelling. Daar zit Europa in. Wat is Europa eigenlijk nog? Wat zijn wij nog? Europa is mijn dierbare vaderland. Meer nog dan dat geldt voor Nederland. Dus Europa, ik zal niet heel snel zeggen dat Europa niks meer is. Mm-hmm. En ik denk dat als je gaat nadenken over wat een kern is van een Europese identiteit, dan hoef je denk ik ook niet eens zo heel lang na te denken om tot de conclusie te komen dat een van de onderscheidende kenmerken van ons continent, van ons dierbare avondland, is dat we ons hier omringd weten door enorme hoeveelheden tastbaar verleden. Ja. Daar bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of hier. Maar dat is overal. We leven en wonen, werken,
minnen en sterven te midden van resten uit glorieuze voorgaande eeuwen. We leven te midden van monumenten, het kunstschat koesteren we in onze musea. En dat is toch echt wel iets bijzonders. Dat heb je niet zo in Amerika of Afrika of zo. En zelfs in Azië gaan ze er op een heel andere manier mee om. Nee. En die overweldigende hoeveelheid tastbaar verleden is natuurlijk in de eerste plaats een grote verrijking. Althans, zo zien wij dat in ieder geval. Ik zelf zou nooit kunnen leven in een land waar dat niet is. Ik heb dat nodig. En ik denk dat dat voor velen van ons geldt. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook een keerzijde. Ja. U had het even over musea. Dat is een prachtig stukje. Wanneer het over musea gaat, dat mensen die de boel daar runnen, het meeste probleem hebben om in de grote musea hier in Europa, die we allemaal wel eens hebben platgelopen, want we doen er allemaal aan mee, u ook, dat mensen het meeste probleem hebben om die horde toeristen rustig te houden op tijd en daarbinnen te houden, dat is het grootste probleem. Men is niet meer bezig met wat er hangt of wat er staat. We moeten die mensen gewoon zien te managen, daar komt het op neer, hè? Ja, maar dat is... Dat is ook echt een reëel probleem. Maar dat is absurd. Maar het is een echt reëel probleem. En dat... ik heb een interview gelezen met Eike Schmidt. Mm-hmm. Eike Schmidt was of is nog steeds de directeur van de Uffizi in Florence. Een van de rijkste musea ter wereld. Een collectie die... in alle kunstgeschiedenisboeken staat. Het is een millennium oude collectie. Eike Schmidt, die dus als kunsthistoricus de heilige graal van de westerse kunst onder zijn hoede heeft, die werd gevraagd wat nou eigenlijk zijn prioriteiten waren als directeur. Nadat hij 3 jaar daar had gewerkt als directeur, om daarop terug te kijken. Wat zijn prioriteiten in die tijd waren en of dat veranderd was. En hij zei dat dat eigenlijk niet veranderd was. Dat zijn prioriteit was nog steeds dezelfde als op de eerste dag dat hij werd aangesteld. En dat was de wachtrij. Dat is het grootste probleem van de Uffizi. De wachtrij. Ja. En het grote probleem is natuurlijk, vooral met die grote musea in Italië, niet alleen de Uffizi, maar bijvoorbeeld ook de Vaticaanse musea, of ook de Brera in Milaan, dat die kunstcollecties zitten in eeuwenoude palazzi, die nooit ontworpen zijn voor 8 miljoen bezoekers per jaar. Dat gaat helemaal niet. En die gebouwen kraken in hun voegen. Ja. En tegelijkertijd kun je het ook niet makkelijk uitbreiden. Je kunt er niet een nieuwe vleugel aanbouwen of zo. Dus het is, daar zie je dan, het is een heel symbolisch beeld van waar je de rijkdom en de beperking van het verleden bijeen hebt. Ja, en dus gaan zelfs de dingen zelf kapot. Dus het is altijd weer een bijt in zijn eigen staart. We willen het met z'n allen zien, we zijn er trots op, we gaan het bekijken en we maken het kapot. Ja, daarom is toerisme echt een probleem. Ja, maar wel een groot geschenk voor u als schrijver. Ja, het is ook een probleem om heel veel andere redenen. Maar als we het hebben over die kunstschatten. Om een voorbeeld te noemen, de Sixtijnse kapel. Hm. Die fresco's van Michelangelo, die kunnen daar niet tegen. Tegen al die... dat zijn er geloof ik 12 miljoen die daar per jaar komen. Die daar... ademen. Ja, ook al zijn ze ademloos, ademen ze toch natuurlijk. En het zweet en de huidschilfers. En dat is maar... Als je Michelangelo nu zou vertellen dat zijn Sixtijnse kapel door 12 miljoen mensen per jaar wordt bezocht, hij zou je voor gek verklaren. Dat was niet de bedoeling. Daar had hij hem nooit voor gebouwd. Het was bedoeld voor een conclaaf. Eens in de 20 jaar, als er een paus doodging, moesten daar de kardinalen vergaderen. Maar het is ook niet raar dat die kapel daar niet tegen kan. En ze hebben nu met heel veel moeite en geld een nieuwe afzuiginstallatie aangebracht. En
echt het cutting edge technologie. En het helpt niet, het is niet voldoende. Dus we hebben nu een fundamentele keuze. Ofwel, we houden vast aan ons democratische idee dat iedereen in staat moet worden gesteld om de fresco's van Michelangelo te zien. En dan zullen ze er over 20 jaar niet meer zijn. Of we vragen €500 toegang. Ofwel, we willen ze beschermen en dan moeten we dus verschillende dingen gaan doen. Ja, dan kun je €500 toegang vragen. Misschien is het een goed idee om een toelatingsexamen af te nemen. Ja. Wil u dat opstellen? Met alle genoegen, ja. Ja. Ik had gedacht aan een 600-tal pagina's. Dat toerisme, dat is nu één aspect dat we er hebben uitgeplukt. Maar we zijn het allemaal, toeristen. Dat is een van de conclusies, denk ik. En net als we het niet willen zijn, of hopen niet te zijn, of ons een beetje beter te voelen en proberen niet te zijn, dan zijn we het ook. Er is geen ontsnappen aan. Nou ja, de belangrijkste les die je hebt kunnen leren uit mijn boek is natuurlijk dat de toeristen zijn altijd de anderen. Mm-hmm. Ja. Wij zijn nooit toeristen. Als wij op reis zijn, ergeren we ons aan de toeristen die daar ook zijn. Ja. 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 Dat is een prachtig gegeven om van te starten. Maar dat u daar zoveel aspecten van zou vinden, dat vond ik toch wel verbazingwekkend. Nou, toerisme is... het lijkt... Als je er niet over nadenkt, lijkt het een vrij oppervlakkig fenomeen. Maar dat is het niet. Er is heel veel verbonden aan toerisme. Het is eigenlijk een heel erg interessant en heel erg ambigu fenomeen. En dat is de reden waarom ik mezelf genoodzaakt zag om het daar nou eens even goed over te hebben. En het is om te beginnen misschien ook de meest zichtbare consequentie van de globalisering. Ja. En dat geldt niet alleen... Kijk, als we nadenken over het thema toerisme, denken we misschien in eerste instantie aan onze eigen vakanties, onze eigen verre reizen. Maar als je in Italië woont, raak je ook heel erg gewend aan het idee dat je aan de ontvangende kant van toerisme staat. Toerisme, dat zijn de mensen die naar je toe komen. En dat worden er steeds meer. En dat heeft allerlei problemen tot gevolg. Het is natuurlijk niet voor niks dat een groot deel van het boek zich afspeelt in Venetië. En het decor van Venetië is voor een groot deel een tragisch decor. Omdat Venetië bij uitstek het symbool is van een stad die zich volledig, onherroepelijk, hopeloos, onomkeerbaar heeft uitgeleverd aan het toerisme. Het is ook helemaal geen echte stad meer. Mensen trekken daar ook weg. Er woont bijna niemand meer. Er zijn in het verleden volkstellingen geweest. Ik heb er nog een beetje onderzoek naar gedaan, maar je hoeft niet eens zo heel goed te zoeken om dat te vinden. Dat in het jaar 1400 had Venetië 140.000 inwoners. Daarmee was het een van de grootste steden van Europa en daarmee ook van de wereld. Van die 140.000 uit het jaar 1400 zijn er vandaag de dag in de 21ste eeuw nog minder dan 50.000 over. Mm-hmm. En het aantal loopt terug. En daar is in de buurt van de Rialtobrug, volgens mij is dat Piazza San Salvatore, is er een farmacia, een apotheek. En daar hebben ze in de etalage een tellertje gezet, waar real-time wordt aangegeven hoeveel inwoners Venetië op dat moment heeft. En je kan dus in de etalage dat tellertje zien teruglopen. En het is een eenvoudig sommetje, een eenvoudige extrapolatie om te maken dat... Als het in dit tempo doorgaat, is Venetië in het jaar 2030 leeg. Maar overvol. Ja. Nou ja, dan zijn er geen inwoners meer. Dan zijn er dus alleen nog die miljoenen toeristen. En dan is het dus af. Dan kan er een hek omheen. Dan is het een openluchtmuseum geworden. Ja, en dan sluit het ook. Dat is handig. Hè? Ja. Er was ook... Een paar weken geleden mocht ik te gast zijn bij het Nederlandse televisieprogramma van Eva Jinek. Een talkshow.
En ze hadden daar een filmpje opgesnoord van toeristen in Venetië. Dat ze daar toen projecteerden. Al was het maar om te voorkomen dat de schrijver te lang aan het woord zou blijven. Stel je voor, ja. En aan het eind van het filmpje was er een Amerikaanse toeriste. Die werd geïnterviewd. En zij was werkelijk oprecht verbijsterd toen ze hoorde dat er daar ook mensen woonden. Ja, dat zou net zoiets zijn als dat ze ons nu zouden gaan vertellen dat er mensen wonen in de Efteling of zo. Ja. Of wat hebben jullie? Bobbejaanland? Nou, Efteling kennen wij. Net over de grens. U had het even over die farmacia. Zeg ik dat goed? Want niets ergerlijker dan iemand die probeert om iets Italiaans te zeggen dat het niet. Heb ik ook geleerd in het boek. Oké. Okay. Het hoofdpersonage, de schrijver Ilja, die gaat op een bepaald moment in Venetië op zoek naar bloemen voor zijn geliefde. Er zijn maar 3 bloemenwinkels meer. Want ja, daar hebben toeristen niks aan. Wie wil er nu bloemen kopen? Terwijl je ergens op reis bent. 1 blijkt gesloten. Ga ze maar door. Die bloemenwinkel, die onbestaande bloemenwinkels, die brengen ons bij een thema dat we toch ook nog even zouden moeten aansnijden voor het tijd is. Het zou jammer zijn als we dat laten liggen. En dat is man-vrouw. Want ook daar staan we op een kantelpunt. En ik kan me best wel voorstellen dat er heel wat vrouwen zijn geweest die nou wel de humor hebben ingezien van wat u schrijft, maar toch af en toe hebben moeten slikken bij een paar beschrijvingen van... ja, dat is een goede woordkeuze, hè, slikken. Bij een paar beschrijvingen van vrouwelijke personages. U gaat wel flink tekeer, zeg. U als schrijver, hè, meneer Pfeiffer. Dank u. Zo, dat is dan afgerond. Ja. Er was 1 recensie van Grand Hotel Europa. Dat was een recensie in de Volkskrant. Op zich een erg positief stuk. Waar werd gezegd dat het toch jammer was dat ik niet in staat bleek mijn witte mannenperspectief te overstijgen. En dat is een kritiekpunt dat mij wakker heeft gehouden. Vooral ook omdat ik echt eerlijk niet zou weten hoe ik dat zou moeten doen. Ja, is moeilijk, hè? Ja. Nee, maar alsof dat mijn ambitie zou zijn. Alsof het mijn ambitie zou zijn om te schrijven vanuit een ander perspectief dan mijn eigen perspectief. Ja. En wanneer het over migratie gaat, vindt men dat u dat goed benadert. Maar wanneer het over man-vrouw gaat, heeft men daar vraagtekens bij. Nou ja, ik ben me natuurlijk heel erg bewust van. Ik thematiseer het zelfs in het boek. Ja, dat is het. Ja. Ja. Maar dat de ik-figuur een blanke witte man is. Ja, ik had er ook voor kunnen kiezen om een protagonist te nemen die verder van mij afstond. Maar ik vind het prettig om een protagonist te hebben die dicht bij mij staat. Dat maakt het ook geloofwaardiger. En misschien dat ik het in een ander boek wel eens een keer anders doe. Maar dat ik een protagonist kies die enigszins op mij lijkt, wil niet zeggen dat ik me niet bewust ben van die problematiek. Nee, ik thematiseer het. Er komt een MeToo-verhaal voor in het boek. Dat ik dan natuurlijk wel weer omkeer en wel weer... Godzijdank, ja. Ja, op een humoristische manier doe en dat soort dingen. En eigenlijk al die vrouwenpersonages... Kijk, je zou misschien kunnen zeggen dat deze ik-figuur alle belangrijke vrouwenpersonages op een heel mannelijke manier beschouwt en beschrijft. Ik zou dan zelfs nog wel durven toegeven dat ik dat expres heb gedaan. Dat denk ik ook, ja. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik het evenzeer expres gedaan dat uiteindelijk, als je het boek uit hebt, dat je dan toch tot de conclusie moet komen dat al die vrouwenpersonages eigenlijk superieur zijn aan die mannelijke hoofdfiguur. Ze geven hem allemaal het nakijken. Ja, ja, ze zijn eigenlijk allemaal slimmer dan hij. Vond u het personage Albaan, misschien moeten we daar toch heel even nog op ingaan, Franse dichteres, die het heerlijk vindt om zeer feministisch tekeer te gaan? Nou, dat was leuk, denk ik, hè? Ze is niet tot verzoening bereid.
Ja, nee, ik heb van Albane, de Franse dichteres Albane, is... Het is bijna ouderwets in haar militante feminisme. Ik wilde haar een soort van echt hardcore jaren 60 feminisme ook meegeven. Ook niet meer nu, ja. Ja. En natuurlijk ook juist als spiegel voor die ik-figuur. Het gaat op een bepaalde manier, vooral ook met die confrontaties in Grand Hotel Europa, zowel met Albana als op een gegeven moment met Memphis, het Amerikaanse meisje dat daar dan komt, spelen er ook vooral heel veel misverstanden. Ik heb daar de ik-figuur geportretteerd als een Europese man van de oude stempel. Ook met al zijn beleefdheidsvormen en zijn charme. Hoofsheid. Een beetje, ja. Ja, hoofsheid is een mooi woord, dank je. Ja. Een beetje zo'n James Bond, Sean Connery-achtig figuur. Ja, ja. Ja, sorry. Ja, ja. Nee, nou, ik zeg niet dat ik het ben, ik heb het over mijn personage. Ja. Ik zie het. Ja. Ja. Maar door dat personage zich op zo'n manier te laten gedragen en daar vervolgens allemaal misverstanden uit te laten ontstaan, probeer ik dat te thematiseren. Ja. Schrikt u ervan dat dat blijkbaar toch heel gevoelig ligt? Nou, in dit geval is dat ook een gevoeligheid die ik opzoek. Dus ja. Ik ben daar eigenlijk blij om als dat wordt opgemerkt. Okay. Ik wil dat daar nadrukkelijk ook over tot nadenken stemmen. Het is niet een probleem waar het boek aan voorbij wil gaan. Integendeel. In het algemeen zou ik wel kunnen toegeven dat ik kan schrikken van sommige gevoeligheden. Ja, los van het boek. Ik weet ook niet of al die gevoeligheden altijd even productief zijn. Ik zal vast verklappen. Dan hebben we een primeur hier in Brussel. Dat ik... een afspraak heb gemaakt om daar een toneelstuk over te schrijven voor Theater Zuidpool in Antwerpen. Mm-hmm. Met Sophie de Claire in de hoofdrol. Een toneelstuk dat getiteld zal zijn De Aanzegster. En dat zal een stuk zijn dat gaat over Me Too. En alles wat erbij komt kijken. Maar uiteraard is een toneelstuk over Me Too alleen interessant als het ook gaat over de ambiguïteiten daarvan. Want het is natuurlijk een heel complex fenomeen. Kijk, we kunnen er natuurlijk heel snel over eens zijn dat het niet goed is als mannen vrouwen verkrachten. En we kunnen het er ook heel snel over eens zijn dat het wel goed is als vrouwen eindelijk de moed vinden om daarover te praten. Ja. Dat is allemaal het eenvoudige onderdeel. Maar vervolgens treedt er een soort van complexiteit in werking en gevoeligheden en openbare schandpalen en dingen, dat die heel erg veel zorgwekkende aspecten heeft. Ook. En daar moeten we het ook over hebben. En ik heb u ook horen zeggen, lang leven het misverstand tussen man en vrouw. Ik hoop dat hier niet te veel misverstanden... Nou, ik heb er geen gevoel te maken. Ik heb mezelf zo goed begrepen gevoeld als door jou. En dat komt uiteraard door u. Mag ik erop wijzen dat meneer Pfeiffer zijn boek zal signeren? Andere boeken ook. Hebt u een uurtje of twee? Ik maak graag tijd vrij voor... Mag ik u bedanken, Ilja Leenaert. Dank je wel.